in de wereld van. In de wereld van. Games. Yes, op deze dinsdagavond met de twee gezelligste mannen van Power Limited, Tjeerd en Florian. Jazeker. Nou, dankjewel, dat is een compliment. Ik dacht, ik begin met een compliment vandaag. Nou, dat horen we niet vaak. Nee, goed hè. Hoe is het met jullie? Gouden tijden. Gaat lekker. Ja, wij geven Gold Awards weg bij Power Limited, maar ja. Ik kan wel zeggen dat het goud gaat. Ja, het gaat goud. Ja. Nou, dan ben ik ook wel heel erg benieuwd. Hebben jullie ook gouden game nieuws vandaag? Nou, hebben jullie een beetje verstand van sport? Een beetje American football gezien? Ja, een beetje. Ja, hebben jullie ook meegekregen dat ze de uitslag hebben voorspeld? In nee. Madden. Dat is de game van American football. En hebben ze de makers hebben de uitslag van de Super Bowl hebben ze voorspeld. En niet zomaar voorspeld. Maar kijk, niet in bij voetbal heb je 1-0, 2-1. Ja, er zijn best wel weinig echt goede uitslagen. Nou ja, de kans is redelijk groot dat het gebeurt. Maar bij Madden, of bij de Super Bowl, is het echt best wel een ding. Wat was de uitslag? 28-24. Ja. Dat was precies voorspeld. Ja. En zelfs de comeback van de Patriots, die echt van flink ver weg moesten komen, die hebben ze gewoon voorspeld. Je zou hier bijna aan een soort van matchfixing gaan denken. Het is bijna te bizar. Ja, toch? Weet je, dat hebben ze daarop gereageerd van de game? Of, nou ja, EA die zegt gewoon natuurlijk van, jee, we hadden gelijk. Ja, zie je wel, wat een realistische game wij hebben. Ja, precies. Maar het is wel heel typisch dat ze het echt gewoon exact goed hadden. Maar of is het zo dat ze het zeg maar echt ieder jaar voorspellen en dat ze het nu voor het eerst in jaren een keer goed hebben? Zeker. Maar dan nog. Nee, we moeten het wel bijzonder houden. Ja. Oh, ja, elk jaar hebben ze het echt exact goed. Ander nieuws, jongens. Ja, een beetje gek nieuws, want het heeft wel iets met games te maken, maar dan met bordgames. Okay. Jawel. Monopoly bestaat 80 jaar. Ah, nee, een van de leukste spellen. Die iedereen heeft dat wel gespeeld, toch? Ja. Supercool. Dat zeg je elke week. Ze bestaan 80 jaar. En om dat te vieren brengen ze een speciale editie uit van de game. En het is verder gewoon normaal wat je verwacht van Monopoly. Alleen wat heel erg tof is, en dat doet iedereen als je Monopoly speelt. En je hebt dat nepgeld. Je wappert met dat geld alsof het echt geld is. Zeg maar. Uh-huh. En nou stoppen ze in één van de 30.000 speciale jubileum edities van Monopoly echt geld. Nee. Ja. Alleen maar vol echt geld. Echt geld. Dus je wint dan dik €20.000. Wow. Ja, dat is echt. Weet je wat eigenlijk geld. Wat je dan zou moeten doen is eigenlijk ook als je dat spel dan zou krijgen met het echte geld erin, moet je eigenlijk ook zeggen tegen je vrienden: "Oké, we gaan er echt om spelen ook." Ja. En dan gewoon, want er zijn een hoop mensen die zeggen, ik hou het gewoon lekker zelf. Maar eigenlijk, dan zou je echt Monopoly, en kan je echt zien hoe mensen Monopoly spelen. Ja, dat is wel waar. Ja, absoluut. Ja. Ja, het is echt een vette actie. Mocht ik hem winnen, dan ga ik hem met jullie allemaal spelen. Oké, top. Dat staat nu bij deze. Gaan we doen. Absoluut. Hey, dan is ook iets anders. We gaan het zo meteen over Far Cry hebben. Tenminste, die gaan we weggeven. Nou, ik ben even benieuwd, wat voor game is het, Tjeerd? Far Cry is een free roamer. Dus eigenlijk, je loopt in een vrij grote wereld rond. Het is in de Himalaya. Het ziet er echt heel tof uit. Ja. Je kunt met een wingsuit aan, kun je vliegen en zo. Er lopen allemaal wilde dieren rond. En daarom hebben wij bedacht, we kunnen een Kirat-editie weggeven. Dat is echt awesome. Daar zit een beeldje bij en zo. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Ja. Want ja, we geven dat niet aan de eerste, de beste boerenlul weg natuurlijk. Ja. Je moet wel een boerenlul zijn die een beetje iets kan. Ja. Bijvoorbeeld, Florian. Wij willen graag dat je een olifant nadoet. Kijk, in de game zitten een heleboel wilde dieren. Ja. En olifant is er één van. Die olifant kan je echt gebruiken. Dus je kan echt op dat beest gaan zitten. En dan kan je de bad guys kan je uitschakelen. Je kan hele kampen kan je platleggen met een olifant. Ja. Dus dat is echt wel heel cool. Ja. En dit is wel zo'n vette prijs dat wij willen graag horen hoe goed jij een olifant na kan doen. Oké, goed. Dus je kan dus de nieuwe Far Cry 4 winnen. De Kirat editie, zei je? Ja, de Kirat edition. Kirat plus edition. De season pass ook nog eens. Ja. Die gaan we weggeven als je een olifant na gaat doen. En Tjeerd gaat even voordoen hoe dat dan zou, bijvoorbeeld zou kunnen. Ik denk serieus. Nee, dit is een beetje de bronstige editie, zeg maar. Oké. Okay. Oh, ja. Nou, als de lokroep was dit. Ja, als ze er echt op willen. Ja. Zo even, ik heb een olifantgeluidje, dus even. Zo klinkt hij echt een olifant. Check, ja. Ja. Dat is zeg maar een olifant. Nee. Dit heb je opgenomen van net. Dat deed ik net. We hebben een aantal mensen aan de lijn hangen. Jullie zijn de jury. Ja. Zodra jullie allebei zoiets hebben van, dit is goed, dan wint diegene het nieuwe Far Cry 4 pakket helemaal met alle uitbreidingen erop en eraan. Het is wel tricky, want je moet wel. Je kan niet alles in horen en daarna kiezen. Dus, nee, je bepaalt gewoon per kerst. Die goed genoeg vindt, anders schrijf je verder naar de volgende. Okay. Ja, precies. Okay. Ja? Okay. Goedenavond.
Hey, hallo met Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Ja, ik zou zeggen, kom er gelijk maar in en doe jouw olifant-imitatie. Nou, hier komt die dan. Ja. Nou. Nee. Nee? Oh, nee. Sorry, nee. Dennis. Oh, sorry, jammer, Dennis. Jongens. Ja, jammer. Sorry. Je wordt mijn slurf niet stijf van. Is dit... Goed, we gaan snel door naar de volgende. Goedenavond. Goedenavond. Nou ja, ook jij mag losbranden. Doe maar een olifant-imitatie. Deze is een olifant die leegliepen. Nou, ik vond hem wel goed hoor. Stuk beter dan deze. Ik vond hem best wel goed. Ja? Nee, we gaan toch voor de volgende. Sorry man. Sorry. Gaan we door met de volgende. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Met wie hebben we het genoeg hier? Loran. Loran, nou ja, ook jij mag je olifant imitatie doen. Nou, daar komt ie. Oké. Okay. Maar voor mij is het de computer. Ja, nee, ik wilde dit zeggen. Dit doet hij niet met zijn mondvol. Doe je dat zelf, Loran? Ja? Ja, dat denk ik wel hoor. Ja, dat denk ik wel. Doe nog eens. Maar dan even een ander woord. Een olifant. Hoe moet ik dat doen dan? Is het ja of nee, Tjeerd? Nee. Ook. Dan gaan we door met het volgende. Goedenavond. Hallo. Hallo. Met wie hebben we het genoeg hier? Terje. Ook jij mag een olifant imitatie doen. Oké. Zo. Ik vond het hele mooie. Pittig klinkt het zeker. Dan ging je in een berenklem staan of zo. Ja, volgens mij wel. Tjeerd. Je bent streng vandaag, ja, maar okay. Ik vind het ook leuk. Nou goed, dan gaan we door. Sorry, het leuk. Ja, we kunnen hier niet uren mee doorgaan. Oké, okay, okay, okay. Goed. Goedenavond. Goedenavond. Hallo, met wie hebben wij het genoeg hier? Met Hielke. Hielke, jij klinkt nu alsof je het heel leuk vindt om het te gaan doen zo. Ja, ik vind het geweldig. Eerste keer op een radio. Hey. En dan meteen een olifant. Ja, nou, kom erin. Mag ik nog even? Ja, dit is helemaal fout. Ging die fout, Hielke? Ja. Nou, doe hem nog een keer dan. Oké. Wat, joh. Dat is moeilijker dan ik dacht. Nou, ik vind het wel de leukste. De entertainmentwaarde is denk ik zeker de moeite waard. Ja, we hebben de winnaar! Ik vraag me af of het de beste imitatie was, maar in ieder geval was je wel de leukste imitatie, Hielke. Gefeliciteerd. Oh. Jij wint het Far Cry 4 uitbreidpakket en dat komt jouw kant op, man. Oké, geweldig. Maar waar komt het dan? Wil je ook nog een juryrapport? Nee, dat maakt niet uit. Nou, het komt jouw kant op, oké? Oké, prima. En ik wil tot slot nog even vragen aan Tjeerd of jij nog eventjes gewoon één olifant imitatie. Even laten zien hoe het moet. Ja, even. Power 2 The Beat. Yo, this is your